Ding, ding. Bekende Nederlanders komen logeren bij Rick Velderhof in een landhuis aan de Côte d'Azur. Hold on my heart, Edwin. Jou past die meteen, let op. Dit is zo lekker, man. Dames en heren, welkom in Zuid-Frankrijk, welkom in Villa Velderhof. Vandaag ontvang ik twee gasten die totaal van elkaar verschillen. Het zijn politica Rita Verdonk en zanger-presentator Jan Smit. Jan is een goudvis in een net vol paling. Want het ooit zo schuchtere jongetje uit Volendam zingt nu de ene na de andere hit. Het leven van Jan Smit is een jacht. De wind blaast vol in de zeilen. Zo af en toe loopt hij flink averij op. Ook in de liefde. Maar Jan gaat door. Net als Rita Verdonk, de ijzeren lady uit Den Haag. Op judo leerde ze al heel vroeg om te vechten. En ook later, als minister, kon ze heel goed van zich afslaan. Nu staat ze als generaal aan het hoofd van haar eigen partij. Trots op Nederland. Het kan een leuke ontmoeting worden. Rita Verdonk en Jan Smit. Welkom in de villa. Gezellig dat jullie komen logeren. Sommige mensen hebben moeite met logeren, anderen vinden het heel erg leuk. U kunt makkelijk van huis? Ja, zeker. Ik kan makkelijk van huis. Ik vind het heerlijk om, om ook op andere plekken te zijn. Ja. Maar op een gegeven moment wil ik wel weer lekker terug naar Nederland, naar huis. En wat is de limiet? Een week, twee weken, drie weken? Nou, ik ben wel eens drie weken weg geweest. Drie weken naar Suriname geweest en mijn gezin was thuis. Hm. Nou, dat waren de laatste weken was toch wel niet meer zo leuk als de eerste twee weken. En jij bent ook heel veel van huis geweest natuurlijk met je tournees. Ja, maar ik was nog jong. En als je succes begint te krijgen, dan doe je er alles aan om dat te behouden. Ja, maar... dus in mijn geval was dat eigenlijk vanzelfsprekend. Wat is de langste periode dat je van huis was? Ik denk 200 dagen achter elkaar. Ja, waar was je dan? In Duitsland, in Oostenrijk. En hoe oud was je toen dan? 13, 14, 15, 16. Ja, zo jong al. Ja, ja. En voor wat voor publiek zat je daarop? Dat waren hoofdzakelijk wel oudere dames. Duitsers, ja. Dames en heren. Okay. Nee, maar dat was wel bijzonder. Vooral als je heel jong bent. En ik werd altijd vertroeteld door al die oma's. Altijd zo. Oh ja? Mijn wang knijpen. Mm. Dat zie je toch, hè? Ja. Dank je wel. Ik heb trouwens nog iets heel leuks bij me. Ik vertelde aan mijn ouders, hè, die zijn al bij 79, dat ik hier naartoe ging en dat ik jou hier zou ontmoeten. En zei moeder, ik heb nog wat, dat moet je meenemen. En toen kwam ze naar beneden en een voetbalshirt, een rood voetbalshirt. En daar staat op, en dat had mijn broer voor haar geregeld, voor zijn moeder. Voor Annie van Jantje Smit. Dat heb ik toen ooit... Heb je toen getekend, met je kinderen. Dat was lang geleden. En wie is Annie? Mijn moeder. Dat is je moeder? Dus ja, moeder is fan. Ja. Dat blijkt maar weer. Ja, joh, je wil niet weten hoeveel cd'tjes ik heb gekregen van verschillende familieleden. Zodat ik kon oefenen. Dit is het gezin, Verdonk. Ja, dit... Nou, Verdonk moet ik dan niet zeggen. Nee, ze hebben een andere naam. En daar ben ik ook blij voor de kinderen. Hier zijn ze natuurlijk nog heel klein. Anna is hier... dit is met kerstmis, denk ik, in 88. Je zegt, ik ben blij dat de kinderen een andere naam hebben. Omdat ze dan niet worden aangesproken op wat jij doet. En worden afgerekend, ja? Ja, dat is natuurlijk wel... ik heb natuurlijk heel veel over meegekregen.
En de kinderen ook. Als mensen wisten dat ze... Mijn dochter waren heel vaak heel goed, hoor. Maar altijd als kind overal aangesproken worden op je moeder. Ja. Dat is natuurlijk niet waar kinderen recht op zitten te wachten. Ja. Ja. Dus nee, ze zijn nu 22 en 20. En ja, ze doen het hartstikke goed. Ja. En hierachter zit Peter. En je hebt ook nog een tijd beveiliging gehad. Ja, die heb ik nog steeds. Nog steeds? Kijk, ik kom in een andere wereld terecht, van burger en minister. Maar je sleurt wel ook je hele gezin mee. Met alle consequenties van dien. Maar goed, ze zijn nuchter. En ze hebben toen ook heel duidelijk gezegd van... als je als minister al gaat zwichten voor bedreigingen... wat moet er dan nog van dit land terechtkomen? Dus ze zijn altijd achter me blijven staan, maar het is natuurlijk niet makkelijk. De prijs is wel hoog dan, hè? Ja, als ik uit ga eten, dan moeten we twee tafels bestellen. Als ik het hek uit wil, op zaterdagmorgen even bloemen halen, dan moet ik bellen. En ja, dus dat zijn... ja, dat is een inbreuk op je vrijheid. En kijk, als je werkt, ach ja, goed. Ja. Maar op je vrije zaterdag, of als je ineens met de kinderen wat wil gaan doen... of als de kinderen er gewoon geen zin in hebben dat er weer een aantal mannen in de buurt lopen... Ja. Nou, dan voel je dat wel natuurlijk. Dat, die beveiliging en wat het betekent om een bekend hoofd te hebben... dat zijn dingen die kun je van tevoren niet... Niet inschatten. Nee, dat kun je niet inschatten. Nou, dat hadden we zo twee maanden geleden toch ook niet durven te voorspellen... dat we hier nou met z'n tweeën zo lopen. Nou, ze schreven wel dat ik... op oudere vrouwen viel, maar dit had ik toch niet kunnen denken. Ja. Kom jij eens hier? Er is een kleine... Nog een bekende Nederlander. Hoe is het? Hey, goed, Jan. Ik denk, ik duik nog even weg. En jij wilde nog... Je wilde heel stil zijn. Ik zag nog loop door. Net gezellig op pad samen. Ja, met... Rick, kom het Rick. Hey, hoe is het? Kerstan, hoe is het? Ik duik nog even de winkel in, maar het... Ging niet lukken. Hebben jullie het lekker? We hebben het heel heerlijk. Lekker. Super. Goed, ja, het is echt fantastisch. Nou jongens, een fijn verblijf nog, zou ik zeggen. Ja, dankjewel. Dankjewel. Ja, joh. Ja. Nou, jij zou het nog wel één kunnen kopen. Ja, maar mijn vader zegt altijd, je kan beter vrienden hebben met boot. Nou meneer, gaat het zo? Ik zit er klaar voor. Kijk, het is een mooi dakterrasje te koop daar. Ja. Zou je in zo'n dorpje kunnen wonen hier? Ja, dat is toch wel een beetje vergelijkbaar met waar ik vandaan kom. Met water en toerisme. En allemaal terrasjes en restaurantjes en winkels. En jij, waar zou jij het liefst willen wonen? Behalve in Nederland. Nou, dan zou ik in Italië willen wonen. Italië? Ja. Vanwege de mensen of vanwege het landschap? Of, Alles. Ja. De mensen, het landschap, het eten, de sfeer, de taal. Ja, ik vind echt Italië fantastisch. Heerlijk. Maar ook van die momenten, weet je wel. We gingen dan met de trein, hè? En dan 's morgens om 6 uur kwamen we door Zwitserland. En dan lagen we allemaal te slapen dus. En dan maakte mijn moeder ons allemaal wakker. Want dan zag ze de eerste sneeuw. En dan hingen wij allemaal zo op ons buik zo. Vanuit die bedden zo naar buiten te kijken. Ja, dat is echt fantastisch. Dan had ze voor alles meegewacht. En dan ging die grote tafel uit in die coupé. Er kwam er van alles op te staan. En ja, dat was... Pindakaas. Nee, wij eten nooit geen pindakaas in ons thuis. Nee? Iedereen heeft een klomp pindakaas. Hij komt er nooit in. Witte boterham, roomboter en pindakaas. Witte boterham, roomboter en melk, chocolade, hagelslag. Oh. Ja, okay. Hagelslag. Ah. Vind ik het allerlekkerst. Maar ik zag je vanmorgen een ei eten met suiker. Een gekookt ei met suiker, ja, dat vind ik ook erg lekker. Mensen verklaren me voor gek. Je bent de eerste die ik ontmoet die een gekookt ei met suiker eet. Je zou het moeten proberen, want het is echt heel lekker. Ja? Ken je nog meer mensen die eieren met suiker eten? Ja, mijn ouders eten het ook met suiker. En mijn opa, die at het ook altijd met suiker. Dus daar is het eigenlijk van doorgekomen. Sail on a dream, on a crystal clear ocean. To ride on the crest of a wild raging storm. To work in the service of life and the living, search of the answers to questions unknown.
Dit is het begin. Ja, dit was bij ons thuis voor de deur. Een van de eerste publieke optredens. Met alle buurtkinderen er ook bij. Ah, dus dat is speciaal een feesttent voor jou gebouwd? Nee, dit was volgens mij met een EK of een WK dat het Nederlands elftal speelde. En ik stond echt met mijn handen in de lucht. Nederland. Oh. En ja, veel kinderen vroegen altijd bestuurbare auto's of poppen of noem maar op. En ik had altijd muziek. Ik vroeg een drumstel. Ja, lekker. Sinterklaas. Of microfoons, gitaars. Als er maar muziek uitkwam of ritme. Als ik maar iets kon doen met muziek. Ja? Zo vroeg al? Altijd. Mijn moeder die zegt altijd dat ik eerst zong en later begon te praten. Maar vroeger, toen ik klein was, zei ik wel altijd al, ook tegen Sinterklaas, dat ik Jan Keizer wilde worden. Wat wil je later worden? Jan Keizer? Jan Keizer. Ja, nou ja, dat was natuurlijk ook het voorbeeld uit Volendam, hè? Nou, op dat moment voor mij sowieso. Ik keek altijd naar BZN. Niet dat ik nou idolaat was, maar Jan Keizer was wel, ja, onze dorpsheld. Ja. Heb je nog meer helden? Ja, ik ben een hele grote fan van John Denver. Dat is echt mijn idool. De oude country zanger. Ja. En ik heb ondertussen drie nummers van hem mogen coveren. Leaving on a Jet Plane, Perhaps Love, in duet met Paul de Leeuw. En Calypso. En dat heb ik postuum mogen opnemen met John zelf. Met de stem van John. Ja. Ja. Twee zussen? Ja, dat is Monique en dat is Jenny. Dat is daar van een oude foto. En de televisiering. Zo, ja. En ja, mijn beide zussen hebben natuurlijk ook bijgedragen aan het succes en het winnen van de televisiering. En die heb je gewonnen met? Gewoon Jan Smit. De reality soap. Ja, en dat heeft ook natuurlijk met mijn ouders te maken. Dat was ook echt wel een deel van... Omdat die zo ook betrokken waren bij die hele soap. Ja, en omdat ze zo gewoon. Ja. Ja, dat klinkt heel afgezaagd, maar... Maar het is wel zo. Het wordt wel gewaardeerd. Mijn vader die ging op zijn brommetje naar de garnalenfabriek. Mijn moeder werkt bij Bart Smit. Dat is gewoon zo. Ze zijn wel nuchter, hè? Ze zijn heel nuchter, ja. Ja, ze proberen ons altijd met beide benen op de grond te houden. En dat lukt ook heel erg goed. Maar ze zullen niet gauw... zeggen van, goed gedaan of, nee. Dat denken ze wel. Maar ze zeggen het niet. Maar ze zeggen het niet. En dat, vroeger had ik daar wel een beetje moeite mee. Omdat ik altijd dacht van, als iedereen het nou zegt, waarom zeggen jullie het dan niet? Als je zoveel, als ik kijk naar mezelf, als je zoveel dingen bereikt en zoveel leuke dingen meemaakt. En je komt thuis en het is gewoon van, nou, heb je je bed al opgeschud? Gelijk weer pats, boom, dacht ik, ja, ik ben weer thuis. En dat is natuurlijk heel goed geweest. En daar ben ik heel blij om. Maar ja, dat zijn mijn ouders ten voeten uit. Ja, ben je blij dat je in Volendam geboren bent? Ja, heel blij. En ik ben ook blij dat ik er nog steeds woon. Ja? En dat is ook iets wat je voor de toekomst in gedachten hebt? Nou ja, kijk, ik heb nu een heel mooi huis in Volendam waar je niet zomaar uitgaat. Ja, dat is het. Dit is het. Dit was met kerst. Ja, dat is natuurlijk geweldig als je zoiets kan realiseren. Ja, met al die lampjes ook. Om de dak gewoon. Het is echt een sprookjeskasteel geworden. Ja. Heb je ooit overwogen om iets anders te doen dan in de muziek te gaan? Schoolmeester. Als ik nu zou moeten stoppen of opnieuw moet beginnen, dan zou ik schoolmeester willen worden. Waarom? Omdat ik gek ben op kinderen en ik gewend ben om te spreken voor menigte, voor massa. En in zo'n klas met allemaal kleine jongens en meisjes of... Ja, dan zou ik wel basisschool willen, kleuters. Dat je ze ook iets kan leren. En dat zou ik dan... Meester Jan. Dat lijkt me fantastisch. En ik kan het filmpje wel doorsturen. Ja. Bonjour. Je voudrais? Je voudrais, oui. Un coco. Voilà. Merci. Et je voudrais un marron, s'il vous plaît. Daar is de bakkerij. Ja. Hier zit een hele rare smaak aan. Hier ook. Jij ook? En moet je ruiken.
dossier is dicht. Ja, hij zit er niet echt. Nou. Je mag er alleen maar naar kijken. Du lundi au dimanche, 7 uur à 13 uur. Tot 1 uur. Hebben we nou geen brood morgen? Nee. Kijk, hier doen ze aan kunst. Ja, je moet ervan houden. Ja. Dat is ook een soort carnaval. Maar dit wil je toch zelfs met carnaval niet aan? Nee, maar... Ja, als je dit toch ziet, ben je helemaal van de kaart. Van ontroering? Ook van verbazing. Kijk, dit is toch veel meer mijn stijl. Ja? Dit valt wel op donker. Goed. Dit heb ik in huis. Deze stijl. Nou, ook een beetje deze steen. We hebben van twee van die bogen. Mm-hmm. Naar de keuken toe en naar de eetkamer. Dat is echt een kasteelstijl. Jij wil graag een kasteel. Vroeger, toen ik jong was, zei ik, als ik later groot ben, dan laat ik een kasteel neerzetten. Toen was ik echt 3, 4, 5 jaar oud. Ik was heel groot fan van Robin Hood. Hey, die woonde in een kasteel. Ja, en jij wilde ook in een kasteel. Dat heb ik echt 1000 keer gezien. Had je ook nog iets bij Robin Hood van, goh, wat een leuke vent, want hij doet veel voor de armen? Nou, hij stal natuurlijk van de rijken, ja. Gaf aan de armen. Mm-hmm. En dat deed mij heel veel. Ja? Je vond het wel rechtvaardig? Ja, zeker. Maar ik vond dat zo'n goede film. En daar zat ook weer de muziek bij, want de titelsong van Robin Hood was Everything I Do It For You van Bryan Adams. En daarmee won ik later weer een hoop playback shows. Ja? Dus door die film kwam ik weer in aanraking met de muziek. Dus je hebt veel te danken aan Robin Hood? Ik heb heel veel te danken aan Robin Hood, ja. Niet alleen de inrichting van het huis, maar ook de muzikale smaak. Ja. Zo zie je maar. Ja. Hallo. En nog een pomp. Oh. Maar dat... Handbal of voetbal? In ieder geval wat. Nee, dit is een voetbal. Ja? Jij hebt wel wat met dat voetballen. Ik ben lijp van voetbal. Ja? Je voetbal zelf ook? Ik voetbal zelf ook. Bij FC? Nee, gewoon in een gelegenheidsteam. Oh, nee, dinsdagochtend. Niet ik was niet goed genoeg voor de club. Oh. Maar wij zijn wel hoofdsponsor nu van FC Van Holland. Oh ja? Ja, samen met Nick en Simon en de 3A's. Ja. Een ballenpomp. Mm. Maar voetballen is zo belangrijk voor je dat je... Nou, ik zou mijn hele carrière inruilen voor een basisplek bij een goede club. Ja? Bij een goede club natuurlijk, hè. Ik ga niet zomaar alles opgeven, maar... Dus eigenlijk is voetballen nog belangrijker bijna dan zingen. Ja, dat vind ik wel erg leuk. Maar ja, voetballen nog een paar jaar, dan kun je niet meer. Dat is waar, dat kan maar tot je 35ste nog. En zingen, nou ja. Dat heb je zelf in de hand. Daar kun je nog een hele tijd mee door. Ja, het is ook, maar een droom, hè? Mis je niet iets? Mijn petje. God, dankjewel. Ja, die lag gewoon op de... Attent. Dit is de kleine Rita, met handtas. Ja, dat klopt. Eerst de Heilige Communie, hè? Mm. Ik ben van Rooms-Katholieke Huizen, dus daar hoort eerst de Heilige Communie bij. Het nieuw van de doopbelofte heb ik ook nog gedaan en... Ja, nu ben ik eigenlijk niet praktiseren meer. Kerstavond nog, maar voor de rest... Het kruisje is weg. Ja, het kruisje is weg. Ligt nog wel in mijn sfeer aan de kist, maar ja? Niet meer om. Mm. Wist je al vroeg dat je iets belangrijks zou willen worden? Nee. Nee? Nee, helemaal niet. Tot aan het moment dat Gerrit Salm vroeg of ik minister zou worden... dat was een andere planeet, een andere wereld. Maar gewoon een burger. Maar wat was je droom dan als meisje? Nou, toen ik klein was, ik zeg bij de nonnen op de kleuterschool gezeten. Dus ja, dat was natuurlijk non. Oh, Rita Verdonkers non. Ja, Rita Verdonkers. En dan in de missie. En dan dat werd daarna arts in de missie. En uiteindelijk, is er wel altijd... Je denkt er ook aan terug, hoe kwam ik nou aan dat soort dromen? Dat er toch altijd wel een... De betrokkenheid bij de maatschappij, ja. Zeg maar. Hè? Arme mensen helpen, zwakkere mensen helpen. De meeste meisjes van die leeftijd denken aan toch wel een leuke jonge vent op een wit paard of op een bruin paard. Dat maakt niet zoveel uit. En Rita Verdonk dacht aan non worden. Ja, maar dat was wel toen ik nog heel klein was natuurlijk. Oh. Ik bedoel, de middelbare school heb ik er natuurlijk omheen gekeken. En toen dacht ik, nou, het moet toch maar niet worden. Nee. Hier was je student. Zoals het hoort, fles op tafel. Hm.
Ja, die Jägermeister is nog steeds mijn drankje. Ja? Ja, al die jaren gebleven. Zeker 20. Altijd Jägermeister met ijs en ijskoud met ijs. Maar je werd toen ook wel Rode Rita genoemd, hè? Want ja. Je was een aardige, actieve student. Ja, ja, ook de barricade op en protesteren. Ja, inderdaad. En toch ben je op een gegeven moment naar de VVD gegaan. Was het al in de studententijd dat je dacht van ik word VVD? Nee. Nee, want ik ben eerst ambtenaar geweest. Ik heb gewerkt en ben begonnen in het Huis van Waring in Den Haag. Ik ben toen naar de Binnenlandse Veiligheidsdienst gegaan. KPMG ben ik naartoe gegaan. Ik vond als ambtenaar dat je geen lid kon zijn van een politieke partij. Dat je onafhankelijk moest zijn, dus dat was ook heel principieel. Maar in eerste instantie had je gekozen voor het gevangeniswezen. Was er in die tijd ook al de discussie van de gevangenisstraffen zijn veel te kort? We moeten mensen die de wet overtreden veel harder aanpakken, want dit is toch een beetje een slap gedoe hier. Nou, zeker in de baai zelf wel. En wat toen natuurlijk ook al heel erg speelde. Ik heb eerst in een aantal gevangenissen gewerkt dan. En daarna was ik directeur van de justitiële jeugdinrichtingen. Dus alle zeg maar kindergevangenissen in Nederland. Toen was het al zo dat er heel veel, steeds meer allochtonen in die inrichtingen kwamen. En dat ging veel sneller dan je eigenlijk zou verwachten, gezien het aantal allochtonen wat toen in Nederland woonde. En toen zijn de eerste signalen ook al gegeven van, dat was niet politiek correct om daar over te praten. Dus daar werd niks mee gedaan. Maar iedereen die in die tijd, en dan praat ik over 80 jaren, in de inrichtingen werkte, in de volwassen inrichting, die zag al aankomen wat er nu gebeurde. Maar ja, politie moet wel durven luisteren. Maar de statistieken geven dat toch aan? Weet toch hoe dat in Nederland gaat. We hebben zoveel statistiek. En als een statistiek niet bevalt, dan gooi je mee onder de la. Ja. Dan laat je nieuw onderzoek doen. En dan, klinkt misschien een beetje cynisch, maar ik heb natuurlijk in mijn 4 jaar ministerschap wel het een en ander gezien. En ik kwam daar natuurlijk als burger zomaar binnen ineens als minister. Dus ik heb daar echt rondlopen kijken van, hoe staat dit? Ja, maar daarom heb je je ook zo opgewonden. Ja, daarom heb ik me ook opgewonden. Nou, kijk, ik ben daar, als je minister wordt, maak je deel uit van het regeerakkoord, zeg maar. Dus je krijgt een A4'tje en daarin staat wat je moet doen. Nou, dus ik heb dat heel bedrijfsmatig aangepakt, want ik was al jaren manager geweest. Dus ik heb gezegd van, dit zijn mijn doelen. Hoe ga ik draagvlak creëren? Welke deskundigheid heb ik nodig om het te realiseren? Plan van aanpak maken en doorgaan. Ja, ik zie je zitten lachen. Klinkt misschien wel simpel, maar zo werken dat soort processen. Je was wel hard. Consequent kun je het noemen, maar nee, ik was niet hard. Ik was helder. We hebben wetten en regels in Nederland en die moet je durven handhaven. Ik denk dat dat een het woord is voor de komende 10 jaar in Nederland. Handhaven. Hè, laten we vertrouwen en handhaven. Dat zijn de cruciale begrippen voor de komende 10 jaar. Het lijkt op een pompoen. Ja. Tomaat. Dat is een tomaat. Ken je alle vruchten die hier liggen? Geen flauw idee. Nee? Nee. Jawel. Kijk, dit is een appel. Ja, dat is een appel. Die is goed. Ja. En dit dan? Weet je ook wel. Dat is gewoon een ui. Dat is gewoon een ui. Dit is een, wat zei je nou net? Een aubergine. Aubergine. Dat zie je meteen. Ja, hè? Dit is, dit zou een bos bloemen kunnen worden, als je even lang wacht. Ik heb geen idee. Wat denkt u wat het is? Dit is, nou ben ik even de naam kwijt. Je maakt het klaar, je eet die dingetjes gewoon, je kookt ze en dan trek je die dingetjes eruit. Artisjok. Wat staat er nou op je arm? Ik ben één met jou. Soy uno contigo. Contigo. Ja, niet helemaal. Maar soy uno contigo. Ik ben één met jou. Ja. Dat is wel een hele, hele goeie, want die is op iedereen toepasbaar. Nee, er staat ook een Y achter en een J. Ja? In elkaar, ja. En nu? En nu? Nu zit hij hier nog steeds. En ik laat hem ook lekker zitten. Ja? Het was een hele bijzondere tijd in mijn leven, waar ik heel veel van geleerd heb. Mm. En waar ik haar heel dankbaar voor ben. En ik vind hem heel erg mooi. Dus ik heb daar helemaal geen last van. Van het Y-kje? Nee. Ja. Hoe vinden je ouders dat je zo'n tattoo hebt? Die vroegen eerst of ik niet goed bij mijn hoofd was. Dat was reactie 1. En mijn vader zei gelijk, nou ben je geen echte kerel meer. Ja, dat is de tendens bij ons thuis. Ja. Goed, ik ben er zelf erg blij mee. En ik heb hem. En zij niet. Heb jij misschien een vlindertje op je dijbeen, Rita? Nee. Ook geen piercing? Nee.
Of in een navel. Kijk, ik heb wat tegen boerkas, dat weet je, in de navel. Ja. Dan zit je op het terrasje en dan word je bediend en dan heb je zo'n heel kort naveltruitje. Dat vind ik wel sexy. Nou, ik niet als ik lekker wil eten of zo. Dan hoef ik dat allemaal niet te zien. Bederf dat jij. Nou jawel, daar heb ik geen behoefte aan. Is het nu voor de hond? Wat was nou het moeilijkste als minister? Het moeilijkste was integratie. Hoe krijg je die verschillende groepen die wij in de Nederlandse samenleving hebben? Mm. Hoe krijg je die nou bij elkaar? Terwijl je, we hebben nooit geen eisen gesteld aan mensen die in Nederland kwamen wonen. Nou, dat is natuurlijk heel slecht als we meteen al hadden gezegd tegen iedereen... Nederlands is cruciaal. Ja. Nou, Nederlands leren, de taal. Ja. Ja, want als je niet Nederlands spreekt, kom je ook niet aan een goede baan. Kun je niet een opleiding volgen. Kun je kinderen niet goed opvoeden. Nou, daar ben ik mee begonnen om dat te zeggen. Nou, daar ben ik onverguisd. Dat mocht je niet van mensen eisen. Want iedereen die in Nederland is komen wonen is zielig. Maar zo is het natuurlijk helemaal niet. En op het moment dat wij heldere eisen gaan stellen... waar allochtonen heel erg om vragen... dan wordt dat ook voor die mensen duidelijker waar ze aan moeten voldoen. En hebben ze veel meer kans om te slagen. En daarbij wil ik toch nog eens heel duidelijk gezegd hebben... dat de hele situatie in Nederland... zoals we die nu hebben met allochtonen. Buiten degene die niet mee willen doen, hè? Mm-hmm. Ik bedoel, die moeten we afstraffen, dan moeten we meteen keiharde maatregelen opnemen. Maar degene die wel mee willen doen, die wij steeds tegemoet zijn gekomen. We gaan discussiëren nu of mannen en vrouwen elkaar een hand willen moeten geven. We gaan discussiëren over allerlei dingen die al heel lang normaal zijn in onze samenleving. Laten we daar nou eens mee stoppen. Laten we eens trots zijn op wat we hebben in Nederland. Mm. Dit zijn onze waarden en normen. En als jij in Nederland wil wonen, dan hou je daar gewoon aan. Klaar. Mm. En het feit dat dat niet gebeurt, is onze eigen schuld. Mm. Want wij komen maar mensen tegemoet en wij zeggen maar, zielig. Mensen zijn niet zielig. Mensen met respect behandelen betekent ook dat je mensen met een eigen verantwoordelijkheid geeft. Maar dat je ze ook een beetje wil helpen. Dat hoort erbij. Niet kopjes koffie drinken, maar met elkaar praten. Heb je wel eens op een begrafenis gezongen? Ja. Ik heb 2 keer op een begrafenis gezongen. En 1 keer was dat voor Christine. Dat is het meisje waar het nummer Laura voor geschreven is. En ja, toen heb ik al gezegd, ik doe het nooit meer. Omdat je gewoon, je staat in die kerk en die mensen, die iedereen huilt natuurlijk. En ja, dan moet je echt de andere kant op kijken en echt een knop omzetten. En dat is erg, erg moeilijk. Hm. Heb je wel eens in het openbaar gehuild? Of dat je de tranen tevoorschijn kwamen? Nee. Nee. Kun je je herinneren wanneer je voor het laatst gehuild hebt? Ja. Ja. Ik huil thuis natuurlijk wel eens. Als ik heel erg moe ben. Als ik denk dat ik tegen een hele grote dijk op aan het klimmen ben. Want ik de hele tijd van naar beneden stort. En als ik vind dat ik het niet goed gedaan heb als moeder voor de kinderen. Dat ik veel te veel ben weggebeest. En van dat soort dingen. Maar nou dan... Maar dan kom ik weer goed opgevangen. En dan is het ook een soort ontlading. Ontlading, ja. Dus je hebt wel voldoende armen om je heen te slaan. Ja. En dus noods doe je het zelf. Ja. Nou, als een ander doet, is het toch lekkerder. Ja. Fijner. Wanneer heb jij voor het laatst gehuild, Jan? Ik heb voor het laatst gehuild toen mijn relatie verbrak. Dat was wel heel ingrijpend. Ja. En kun je ook verdrietig zijn als FC Volendam verliest? Toen heb ik ook gehuild. Maar dat was daarvoor. Dat was daarvoor? Toen ze degradeerden. Toen heb ik ook een traan gelaten. Maar ik ben de laatste tijd wel heel emotioneel eigenlijk. Ja? Ik kan ook huilen achter de televisie. Hm. Ja, dat heb ik ook. Als ik iets zie of het nou vermist of zo'n tranentrekker is, dan... Of als het om kleine kinderen gaat of zo. Ik ben zo weg, hoor. Hm. Dan moet ik echt even... Even wandelen of zo. Jullie mogen een kaart trekken. Er staat een vraag op. Wat betekent het woord trouw voor jou? Hoop. Dat is een goede vraag. Nou ja, ik ben absoluut van mening dat als je de liefde van je leven hebt gevonden,
dat je dan alleen nog maar trouw bent. Althans, daar ga ik vanuit. Kijk, ik ben nog jong natuurlijk. Ja. Maar daar geloof ik heilig in. Bij elkaar. Als je, ja, als je echt bij elkaar past, dan heb je, en je bent de perfecte match, dan moet dat geen probleem zijn. Waarvan heb je spijt? Nou, ik heb spijt dat ik tijdens mijn ministerschap mijn gezin toch, zeg maar, nou niet echt in de steek heb gelaten, maar ze wel tekort heb gedaan. Daar heb ik spijt van. Je hebt geen spijt dat je de VVD bent uitgegaan? Nee, toen ben ik uitgezet, dus daar moet ik spijt van hebben. Ja, en dan zie je weer terug, zou de vragen? Nee, no way. Nee, no way? Nee, dat is... dan ga ik weer terug in die bestaande structuren. Daar zitten weer allemaal die mensen die belangen hebben. En wat het goed is nu, wat het goed is nu van mijn huidige situatie, is dat er gewone burgers in zitten die geen belangen hebben bij baantjes, die belangen hebben bij het probleem oplossen. Okay. En dat is waarom ik het doe. Maak de zin af. Ik zou graag eens 5 centimeter groter willen zijn. En dat wil ik al heel lang, maar dat gebeurt niet meer, want je groeit niet meer naar je 16e, zo 17e, maar... Ja, voor mijn gevoel, ik was vroeger altijd de kleinste van de klas en nog steeds. Ik ben maar 1,80. Nou is het op zich niet heel klein, maar ook niet heel groot. En ik, ja, bij al mijn vrienden ben ik gewoon echt een kop kleiner. Allemaal. Ze zijn allemaal groter dan ik. Alle grote filmsterren zijn niet groot, Jan. Nou, dat kan wel wezen, maar toch, ook met meisjes vroeger, dan stond je altijd of op je tenen of zo te zoenen. Dat is niet helemaal de ideale wereld. Oké. Okay. Ik zou graag wel 10 kilo lichter willen zijn. Daar kunnen we je mee helpen. Ja. Oh ja. Ik heb een leuk boek voor je. Sonja Bakker. Is goed. Ja? Dat zou een goede start zijn. Oké, dan hebben wij nu hier die afspraak gemaakt. Hebben wij een afspraak? Oh ja, dat doe ik nou weer. Ja. Oh. Kun je die 5 centimeter ook? Had je verwacht dat het zo'n enorm tumult zou zijn na de breuk tussen jou en Jolante? Nou, ik had een hoop verwacht. Maar dat ze met straalwagens voor de deur stonden en dat het NOS-journaal zou openen om 8 uur met dit nieuws. En ja, dat gaat echt te ver gewoon. Word je daar niet op een gegeven moment gek van? Van al die aandacht en... Nou, als je 2 bekende mensen bij elkaar hebt, dan is dat natuurlijk automatisch, gaat het dubbel op. Okay, ik ben gewend aan dat ik in de krant sta of dat ik op televisie kom. Dat heb ik namelijk al 13 jaar. Ja. Alleen op het moment dat je een bekende partner hebt, dan verdubbelt dat gewoon. En dan is dat extreem. Mm. Maar wij gingen al niet naar premières, wij gingen niet naar feestjes. Wij waren bijna nooit in het openbaar te zien. We zoeken het echt niet op, we verzochten het echt niet. Nee, lekker op de bank. Gewoon thuis op de bank, ja. Ja. Ik bedoel, de avonden die we dan vrij waren. Mm. Als ik al vrij was. Mm. En Jolante ook. Dat was echt sporadisch. Ja, dat is ook niet gezellig, hè? Nou, ze gingen altijd om 7 uur de deur uit, meestal. Voor opnames van of het nou voetbalvrouwen was of onderweg naar morgen in de eerste instantie. 'S avonds om 7 uur komt ze thuis. En ja, dan begint voor mij de werkdag. En dat was elke dag. En dat valt niet mee. Nee. Nee, dan kun je bijna niet meer spreken van een relatie. Nou ja, je moet er het beste van proberen te maken. Ja, ja. Hoe verwerk je dan zo'n plotselinge verandering in je leven? Ja, toch echt wel met vrienden en familie. Hmm. Ik heb daar heel veel over gepraat. En het is best ingrijpend natuurlijk. Hmm. Je bent 2 jaar, ruim 2 jaar, ben je heel erg close. Je woont 2 jaar samen. En dan ga je uit elkaar en dan is dat weg. En Jolante gaat dan weg en neemt de spulletjes mee, de kleren en alle de eigendommen. En dan kom je thuis en dan is dat er niet meer. Dan haal je de kledingkast open, die is dan leeg, om maar een voorbeeld te geven. Dat doet heel veel pijn. Hmm. Terwijl je dat samen natuurlijk besluit, maar op de dag dat het dan zover is, toen had ik het wel even heel erg moeilijk. Ja, zij ook. Zij uiteraard ook. Hmm. Ah! Oh, nee. Heb je zin om uit te kiepen? Goed. Thank you.
80 in de bovenhoek. Hij is te hoog, hè? Oh ja. In de politiek is het niet gebruikelijk dat je je gevoelens toont, hè? Terwijl bij Jan gaat het om gevoel. Want dat is het enige wat je moet laten zien en moet laten horen is gevoel. Ja. Denk je niet dat het beter zou zijn als mensen in de politiek ook laten zien wie ze zelf zijn? Ja. Nou, kijk, je toont natuurlijk wel eens gevoelens. Wat je moet doen, vooral als politicus, is gewoon jezelf zijn. En daar horen ook wel eens gevoelens bij. Gevoelens van boosheid, van die vooral machteloosheid. Ja. Dat het kabinet weer niks doet natuurlijk. Maar je moet ook eens kunnen lachen. Als iemand gewoon een leuke kwinkslag heeft, dan moet je elkaar ook eens wat gunnen. En dat is ook wel belangrijk in de politiek. Ja, dat je wel een beetje je gezicht laat zien. Zou politiek iets voor jou zijn? Nee. Omdat ik... ik vind het altijd fascinerend om te zien dat als je iets wil besluiten, dat het dan over zoveel schrijven moet en uiteindelijk het toch niet gebeurt. Hm. In 9 van de 10 gevallen. Nou ja, dat weet je beter dan ik. Ja. Zijn ze in Volendam politiek bewust? Nee, in Volendam willen ze gewoon duidelijkheid. Hm. Dus Rita of Wilders? Ja, zou kunnen. Hm. In Volendam stemde 50% bij de Europese verkiezingen op Wilders. Niet dat ze dat nou, dat Wilders nou de juiste man is, maar het is gewoon puur een stem om te laten zien dat er iets moet veranderen, denk ik. Ja. Een proteststem. Ja. Een proteststem. Mm. Dus dat is wel opmerkelijk natuurlijk. Nou, dat wordt ook die tijd dat de burgers zich laten horen in Nederland. Mm. Want iedereen heeft er wel zat van. Maar ja, heel veel Nederlanders zijn natuurlijk ook zo. Dat hoort een beetje in onze cultuur. Van, je gaat op je handen zitten en je gaat lekker zitten klagen. Mm. Ja, daar wordt het echt niet anders van. Ik bedoel, je moet ook wel wat zelf eraan doen dan. Nou, zullen we dan maar aan de zalm gaan? Ja, en dit lacht ook naar je. Ja. Hoeveel viskarren zijn er eigenlijk in Volendam die 's morgens weggaan? Ik denk wel een stuk of 200. 200 viskramen die elke ochtend uit Volendam vertrekken om in Nederland... Overal, of nou in Maastricht of in Groningen, zelfs in Berlijn staan Volendammers. Ja. Met verservies. En de meesten blijven ook allemaal in zo'n dorp wonen, hè? Die kopen een huis, blijven daar. De sociale controle is enorm. Maar dat is aan de ene kant, je groeit ermee op. Je weet niet beter. En het is heel fijn dat het er is. Ja, aan de andere kant, als er iets gebeurt of als er mensen uit elkaar gaan... dan is het echt... Voordat het gebeurd is, is het al... Is het al rond. Is het al rond. Maar daar wen je ook aan. Ja. Dit. Ja, dit was tijdens mijn ministerschap een hele indrukwekkende gebeurtenis. Toen waren wij voorzitter van de Europese Unie als Nederland. En dan moet je dus van die hele grote vergaderingen leiden met allemaal ministers uit de Europese Unie. Kijk, dan krijg je dit soort statiefoto's. Nou, het was de eerste conferentie over integratie, om gewoon eens met elkaar ervaringen te delen. Dus we hadden... Het is Maxima uitgenodigd om daarbij te zijn. Nou, dat heeft ze ook gedaan. Dat was zeer plezierig om dat zo samen te doen. Nou, dus hier zie je een aantal ambtenaren zitten die echt... die werken daar zo hard aan, die mensen. Die doen goede ambtenaren. Die hebben we ook zat in Nederland. Die werken zo keihard op de achtergrond. Ja, dan zit je daar dus en dan een hele grote zaal. Hele grote zaal. Nou, er zitten dus die in dat geval 25 lidstaten. Dus 25 ministers met daarnaast een ambtenaar. En daarachter nog 3 ambtenaren. Dus dat zijn gigantisch veel mensen. Allemaal boven zitten, allemaal tolken. Ja. En dan kom jij daar binnen. Ja. Als Ritaatje Verdonk die daar dan ineens daar die vergadering moet leiden. Nou, dat is wel een ervaring hoor. Ja. Heb je dan een bepaald ritueel voordat je zo'n zaal binnengaat? Nou, toch wel even eerst in de spiegel kijken. Ja. Nog eens even naar het toilet. Spiegel kijken. Heel diep ademhalen. Even gewoon in de spiegel praten. Zorgen dat je niet achter je dingen gaat praten. En zeggen tegen jezelf, kom op, let's go. En dan gaan. Ja. In de spiegel zeg je dat? Ja, en dan gaat die adrenaline die gaat wel stromen. Je durft jezelf heel erg aan te pakken. Ja. Zeker als je zo'n ministerschap mag bekleden. En
ja, dan is dat is een hele grote verantwoordelijkheid. Zo voel ik dat ook. En ja, dan ben ik zelf degene die me daar het scherpst op houdt. Ja. Heb je nog wel genoeg energie om dat te doen? Ja, zat. Zat? Ja. Zeg van, nou, ik ga lekker er tegenaan. Ja, zeker. Nee, energie. Maar het altijd waar het iedere keer weer vandaan komt, weet ik zelf ook niet. Maar het borrelt gewoon iedere keer weer. Ja, gelukkig wel. Ik kan alleen de school slaan. Nou, dit is een belangrijk moment in je leven om... Ja, je raakte je stembanden kwijt, hè? Ja, ik was geopereerd aan mijn stembanden. En toen wist ik niet hoe lang dat ging duren en of het überhaupt goed zou komen. Kijk, ik wist dat de operatie geslaagd was. Maar hoe mijn stembanden daarop reageerden, dat was maar de vraag. En hoe je stem terugkomt, dat wisten ze in het ziekenhuis ook niet. Alles gaat dan door je hoofd, die hele carrière die je hebt opgebouwd. En dat verdwijnt dan misschien wel. Mm-hmm. Dus daar was ik wel echt, echt heel bang voor. Heb je je stem verkeerd gebruikt? Dat het zo ver is gekomen? Ik heb mijn stem verkeerd gebruikt omdat ik een aangeboren aandoening had. Dus dat heeft niks te maken natuurlijk wel met de 2000 optredens die ik gedaan heb, die 10 jaar. Maar doordat ik dat had, ging ik allerlei maniertjes bedenken om dat een probleem maar te omzeilen in mijn keel. Ik heb in principe de eerste maand bijna niks gezegd. De eerste 10 dagen mocht ik helemaal niet praten. Daarna, die week die daarop volgt, mag je 5 minuten praten, dan 10 minuten en dan kun je dat langzaam uitbouwen. Maar elke beweging die je stembanden maken, dat haalt die wond weer open. Het is in principe een open wond die open gaat op het moment dat je iets zegt. Dus het is heel makkelijk om je mond te houden. Want als je carrière ervan afhangt, dan ben je wel stil, hè? Ben je meer gaan nadenken? Ja, ik kon alleen maar nadenken. Ik kon toch niks zeggen. Nee, ik heb echt mijn hele leven overzien. En ik ben gaan beseffen dat het heel snel afgelopen kan zijn. En dat ik echt blij mag zijn dat ik dit mag doen. Wat is dit? Dit is een foto die heb ik meegenomen eigenlijk omdat ik dit een typerend beeld vind van Jan Smit in concert. En ik sta echt te genieten. Dit was tijdens de Jan Smit komt naar je toe tour. Ik geef de mensen een handkus omdat ik, en dit is natuurlijk allemaal gebeurd na de operatie, omdat ik gewoon besef hoe blij ik mag zijn met de mensen die naar me toe komen en die mij steunen. En ja, daar bedank ik ze elke dag voor. En ja, daar vind ik deze foto eigenlijk het mooiste voorbeeld van jongens, dank je wel dat ik dit mag doen voor jullie. En dat ik er echt van geniet. En dat straalt deze foto enorm uit. Zijn jullie eigenlijk tevreden met jezelf? Nou, ik in ieder geval wel. Ja? Nee, ik heb een fantastisch leven. Ja. Nee, ik heb heel veel leuke mensen om me heen en ik heb de leukste baan die je maar kan wensen. Ja, ik heb altijd bloemen. Altijd bloemen, ja. Daar is mijn moeder ook blij mee. Ja, dan zit je wel tegen de neer. Ik heb eigenlijk geen... Ik zou geen nadeel op kunnen noemen. Hoe komt het dat jouw image is van een tamelijk harde, resolute vrouw... die ook nog tegen buitenlanders is? Ik ben helemaal niet tegen buitenlanders. Nee. Ik ben voor iedereen die meedoet in de samenleving. Of ik nou buitenlander ben of geen buitenlander. Maar dat wordt maar gewoon de hele tijd de wereld ingegooid. Maar dat is helemaal niet zo. Ik zal altijd de allochtonen die hier in Nederland wonen... die goed meedoen, die zal ik altijd verdedigen. Daar kom ik voor op. Dus ik kan het niet duidelijk genoeg zeggen. Alleen, het is heel moeilijk om die boodschap overgebracht te krijgen. Want ja, dat is nieuws waarschijnlijk waar de media van denkt... er zit niemand op te wachten. Dus dat brengen we maar niet. Maar ik heb niks tegen buitenlanders. Klaar. Nee, ik heb alleen maar wat tegen al diegenen in de samenleving die niet meedoen. Die crimineel zijn, die niet aan de regels houden. Dat soort dingen, ja. Nou, dat is helder. We hebben wel een zanger aan tafel, hè? Vind je niet? Ik bedoel, Jan...
We hebben je niet voor niets uitgenodigd. We vinden wel dat je toch nog even één lied zou moeten zingen. Oké. Oké. Maar wil je dat ik dat hier doe nu, aan tafel? Ja, niet in het zwembad en ook niet op het strand. Niet aan tafel, aan de piano. Aan de piano. En hebben we al een geschikt nummer uitgezocht? Nou, dat laten we jou over. Maar we proberen het gewoon. Nee, regeltjes ook goed. Jan Smit die een regeltje zingt voor mij, dat vind ik toch al super. Dat jij hier bent, maakt mij zo blij. Rita, bij Villa Velderhof zijn we vrij. Rita, dat jij hier bent, maakt mij zo blij. Rita, waarom zit je niet terwijl ik dit nu speel hier aan mijn zij? Het is heel emotioneel hoor. Rita, ik ben zo blij dat jij hier bent. Rita, wij twee zijn samen best bekend. Rita, straks gaan we eten en naar de kroeg misschien. Rita, voor jou te spelen krijg ik nooit genoeg. Oh, Rita. Heel snel. Time flies. Heel hartelijk dank van. Ja. Wil jij het ook voor? Dames gaan voor. Goed, dan voor dan. Dankjewel. Ik vond het echt heel fijn om hier te zijn. Ja, ik hoop dank voor alles. Tot ziens. Tot ziens. Tot ziens. Doei. Slemmel. Houdoe.